Goeiedag, ik ben Brecht van Ommel, softwareontwikkelaar bij Refractive Software. Ik ga je vandaag een demonstratie geven van ons product OctaneRender. We gaan die demonstratie geven op een gewone PC. OctaneRender is een programma waarmee je eigenlijk foto's, digitaal, virtuele foto's kan maken van 3D-modellen. Zoals u ziet hebben we hier een 3D-dataset van een Lamborghini geladen. Maar ons product kan eigenlijk ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld architectuur, film en ja, de automotieve industrie, waarvan we u vandaag een demonstratie gaan geven. Zoals u ziet, de materialen zijn nog niet af, zijn eigenlijk gewoon wit papier op dit moment nog. We gaan dus even de materialen verbeteren. Als eerste selecteren we het materiaal van het exterieur. We kunnen dus interactief de kleur van de auto gaan aanpassen. We gaan er een gele auto van maken en even het beeld lichter maken zodat u het scherper kan zien. Vervolgens gaan we het materiaal meer metaalachtig maken, zodat het dus de omgeving reflecteert. Zoals u kan zien, kan er dus ingesteld worden bijvoorbeeld of de reflectie al dan niet dof is. We gaan het relatief scherp laten. Als volgende gaan we even de ruiten, dus een glasmateriaal geven. Zet om een glasmateriaal even van dichterbij bekijken. Zoals je ziet, we gaan het even nog wat transparanter maken. Dit is dus gewoon vrij gewoon glas. Maar we kunnen dus ook het glas bijvoorbeeld een kleur geven. We gaan bijvoorbeeld een groen glas maken voor een iets interessantere kleur. Maar we kunnen dus ook een echte fysische kleine laag simuleren, zoals je bijvoorbeeld zou zien bij olie op water, dus een dunne film. Even die van hem, dus nu hebben we dus eigenlijk een film van een paar nanometer over het glas aangebracht, wat dus dit interessante effect geeft van een soort een groene kleur. Zo. Vervolgens gaan we de velgen aanpassen. We gaan even de velgen van naderbij bekijken. Zoals u ziet, deze zijn ook nog steeds van wit papier gemaakt. Even het materiaal van de velgen selecteren. We hebben reeds twee materialen voorbereid, die dus hier staan. Je kan dus dit materiaal op de velgen zetten en dit geeft dus een nieuwe velg met mooi glanzend metaal. Het is wellicht nieuw, maar ja, in de realiteit natuurlijk zou er misschien al olie of andere vuil op de velg kunnen liggen. En dan kunnen we dus een ander soort materiaal gebruiken. Wat dus een effect geeft van een meer een velg die reeds vuil is. Als laatste gaan we het materiaal van de zetels aanpassen. Even van naderbij bekijken. Het materiaal selecteren. We gaan dus gele zetels maken om overeen te komen met het exterieur. We hebben ook reeds een opstelling gemaakt voor een streepjesmotief op de zetels te maken. Zoals u kunt zien kunnen we dus interactief de dikte van die streepjes aanpassen. Vervolgens ga ik u laten zien hoe dat ons product een echte camera simuleert. En even het exterieur van naderbij bekijken. Zo. Even naar onze camera-instellingen. We kunnen dus het perspectief van onze camera regelen. Dus als we het perspectief groter zien, dan zien we dus meer van de auto. We kunnen ook lager zetten om dus meer een detail te gaan bekijken. Zoals fotografen weten, camera's hebben een opening die al dan niet kleiner of groter kan gemaakt worden om bepaalde delen van het beeld
in focus te brengen. En we gaan dus deze nu even aanpassen. En zoals je ziet is dus nu het dashboard in focus, maar het wiel niet. Indien wij ons indien wij het beeld bewegen en even het stuur centraal in beeld brengen, dan ziet u dat dus het stuur scherp wordt en de rest van de auto wordt dus onscherp. Ik ga even terug. In tegenstelling tot een echt fototoestel kunnen wij exact aangeven waar wij het beeld scherp willen hebben en waar niet. Op een echt fototoestel zou u de lens, de lens aanpassen, maar hier kunnen wij dus gewoon klikken op het onderdeel dat wij scherp willen hebben en onmiddellijk ziet u dat dat beeld scherp is en de rest is onscherp. Vervolgens gaan wij de auto weer eens even als geheel bekijken. Zo. Even goed in beeld brengen. Zo. We kunnen dus verschillende soorten film simuleren. We kunnen dus de sensors gevoeliger maken of minder gevoelig, zodat ze meer of minder licht opvangen. Ik ga die even zo laten. We simuleren ook echt bestaande cameramodellen. Op dit moment staat die op een Agfa Color HDC 100 plus CD. Maar we kunnen dus ook een soort oudere camera gaan nemen, bijvoorbeeld een Ektachrome 64 CD, wat dus ineens een geheel ander beeld geeft. Even lichter maken, dus een volledig andere tint. We gaan even terugzetten op nog een ander model, dus een Kodak Porta 800 CD. Wat dus meer getrouwe kleuren geeft weer. Zo. We gaan als laatste gaan we dus even het beeld tonen in volledige resolutie, zoals u het zou zien op een high definition tv, 1080p. Het beeld even vergroten. Even goed in beeld brengen. Zo. Verdere informatie over ons product kan u vinden op onze website